Je kunt hier deelnemen aan Zwemfit. De mensen die komen hier lekker baantjes zwemmen. En daarnaast kunnen ze gewoon de oefeningen gaan doen aan de kant van het water. En zelfs in het water. Dus ja, er zijn heel veel verschillende oefeningen die ze kunnen doen. En ja, goed. En daarnaast kunnen ze gewoon hun baantjes blijven zwemmen. En naast het zwemmen of oefeningen kunnen ze ook aquajoggen, aquafit doen. En nog verdere diverse zwemvaardigheden uitoefenen. Dus we zijn van alle markten thuis. Terwijl tijdens het recreatieve zwemmen kunnen ze gewoon deelnemen aan dit programma. En goed, wat er allemaal mogelijk is, dat is mogelijk. Ze kunnen een wetbelt omdoen, dan kunnen ze lopen in het water. Ze kunnen dumbbells pakken, ze kunnen een oefening doen die op de kant staat. Via een bordje eigenlijk. Nou, hier staan de opdrachten op. En die kunnen ze gewoon uitvoeren in het water. En dat kunnen ze dan een minuutje gaan doen bijvoorbeeld. En daarna kunnen ze hun baantje zwemmen. En dan pakken ze weer een andere oefening. Om kennis te maken met het water. Ook voor mensen die graag naast het zwemmen ook de oefeningen willen doen. Maar ook om af te vallen, om lekker bezig te zijn, om fit te blijven. Om conditie te verbeteren, om de techniek te verbeteren. Om extra kracht te krijgen. Maar ook gewoon om weer naar het zwembad toe te gaan. En goh, wat is het weer leuk hier. Laat ik volgende keer weer komen en de oefening erbij doen. Het kost niks. Echt helemaal niks. Ja, een intrekaartje, meer niet. Dus heb ik ook het zwemdiploma zweminstructeur behaald. En goed, vele applicaties erbij. Dus al met al ja, een heel breed pakket. Natuurlijk, opkomst is goed. Maar goed, het is natuurlijk altijd de mogelijkheid om verder te kijken. Van hey, op dat en dat uurtje daar is het wat minder druk. Daar kunnen nog genoeg mensen bij. Dus, dan krijgen ze, laten we zeggen, dan wordt er gekeken in de planning van nou en dan is het wat minder druk of er is helemaal niks te doen. Je kunt het ook andere dagen doen dan? Ja. Je kunt het wel andere dagen? Nou, maandag en dinsdag, donderdagochtend. Je kunt elke ochtend tijdens het recreatieve zwemmen kun je hier aan deelnemen. Okay. Ja. Dus mogelijkheden te over? Mogelijkheden te over.